Hoe word je een uitmuntende coach? En wat maakt een coach werkelijk uitmuntend? En wat maakt dat bijvoorbeeld de ene coach keer op keer succesverhaal na succesverhaal krijgt, terwijl de andere coach met moeite cliënten in beweging krijgt? Mijn naam is Pim Jansen. Ik coach zelf sinds 2012. En ik heb de afgelopen 11, 12 jaar van mijn leven het voorrecht gehad om meer dan 10.000 mensen te mogen inspireren, ofwel via 1-op-1 coaching, ofwel via live trainingen, live seminars. Nou, de meeste van die 10.000 mensen waren natuurlijk via live trainingen, live seminars. Maar daar ontzettend veel van mogen leren. En van alles wat ik heb gezien, wil ik 8 principes met je delen. 8 principes die in mijn ogen het grootste verschil maken in wat een coach werkelijk uitmuntend maakt. Allereerst, het eerste principe is: blijf leren tijdens implementatie. Wat ik veel zie is dat het voor veel coaches is dat ze ofwel aan het leren zijn, ofwel aan het implementeren zijn. Ja, dus ofwel ze volgen studies en opleidingen voor coaching, ofwel ze zijn bijvoorbeeld met hun bedrijf bezig om coaching cliënten daadwerkelijk te helpen. Terwijl wat ik geloof is dat wat mij juist heel erg heeft geholpen de afgelopen jaren, is een combinatie van beide. Ja, want het meest effectieve manier om te leren is door te implementeren wat je geleerd hebt, zodat je een makkelijkere vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk. Wat ik zelf bijvoorbeeld zie is, de afgelopen jaren doe ik mijn uiterste best om elk jaar toch weer een nieuwe cursus of training of opleiding te volgen. Alleen, wat mij heel erg helpt, is dat na afloop van zo'n opleidingsweekend, als ik terugkom, heb ik in een gemiddelde werkweek soms 10 of 15 of 20 coaching sessies 1-op-1 gepland staan met mensen. Zodat alles wat ik leer, dat ik dat gelijk kan toepassen met de mensen waar ik mee werk. Tweede principe: coach jezelf en anderen. Kijk, de beste coaches gaan natuurlijk zelf ook door het proces. Ja, op het moment dat je mensen bijvoorbeeld helpt om fitter te worden, ja, dan helpt het om zelf ook regelmatig te sporten. Het is belangrijk om als coach congruent te zijn met je boodschap en waar jij voor staat als coach. Echter, dat betekent niet dat je perfect hoeft te zijn. Veel coaches streven ernaar om een bepaalde utopie te bereiken voordat ze het gevoel hebben dat ze goed genoeg zijn om ook te coachen. Terwijl wat ik geloof is, het zijn 2 verschillende vaardigheden. Jezelf coachen en anderen coachen. Ze hebben invloed op elkaar, ze helpen elkaar. Alleen het zijn beide vaardigheden die je ook afzonderlijk hebt te ontwikkelen. Dus zorg ervoor dat je beide doet. Het hoeft niet perfect te zijn. Op het moment dat je zelf actief bezig bent door het proces te gaan en actief leert en ontwikkelt, ben je in staat om de lessen die je leert te delen met anderen en op die manier ook anderen te coachen om daar zelf verder in te komen. Derde principe: stel betere vragen. De kwaliteit van de vragen die je stelt bepaalt de kwaliteit van de antwoorden die je krijgt. En ik geloof dat een uitmuntende coach goed is in het stellen van de juiste vragen. Want vragen sturen uiteindelijk iemands focus. Vragen beïnvloeden daarmee ook hoe iemand zich voelt. En de vragen die je stelt bepalen ook de antwoorden die je krijgt, omdat ze de focus sturen. Er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld de vraag: waarom lukt het mij nou toch telkens niet? Of bijvoorbeeld de vraag: hoe kan ik het toch voor elkaar krijgen? 2 totaal verschillende vragen die ook tot een totaal verschillend antwoord leiden. En de kunst is om als coach jezelf te verdiepen in welke vragen kan ik stellen die het makkelijker maken om mijn cliënten in beweging te krijgen. 4e principe: wees eerlijk en subtiel. Kijk, eerlijkheid is cruciaal in coaching. Als er geen eerlijkheid is, is er ook geen basis voor vertrouwen. Hoe weet je dan of je de tips of de adviezen of de vragen die iemand stelt kan vertrouwen? Dus je hebt eerlijk te zijn en eerlijke feedback te geven, zodat iemand ook een objectieve kijk heeft op: hey, wat gaat er goed en wat kan er op dit moment nog beter? Alleen, er is ook een bepaalde subtiliteit nodig. Als iemand iets voor de allereerste keer doet, en je geeft gelijk een uitbrander om het mom van: hey, maar ik ben in ieder geval eerlijk in de feedback die ik geef, in het vertellen wat er allemaal nog niet goed gaat. Ja, logisch als iemand iets voor de allereerste keer doet dat het nog niet perfect gaat. Alleen daarmee help je iemand alleen maar van de wal in de sloot. De kunst op dat moment, waarschijnlijk is het ook veel gunstiger om op zo'n moment juist je feedback af te stemmen op: waar staat iemand nu? Hoe ervaren is iemand? En juist wat meer complimenten te geven om iemand daadwerkelijk verder te helpen. 5e principe: reflecteer.
Het is ideaal om na elke coaching sessie even kort stil te staan bij hey, wat heb ik goed gedaan, wat ging er vooral goed in de sessie en wat kon er beter. Dan kun je van elke sessie op die manier weer iets leren wat je mee kan nemen naar de volgende sessies. Ja? Dingen zoals intervisie en supervisie kunnen daarvan enorm belang zijn. Hè? Supervisie is iets wat ik ook veel met mijn eigen deelnemers doe. Dan meer gericht op het groeien van het bedrijf, maar ook wel gericht op de coaching sessies en de coaching trajecten zelf. Een andere tip die heel waardevol is, is coachinggesprekken opnemen en terugluisteren. Is heel waardevol voor de cliënt als je de sessies ook naar de cliënt toestuurt. Maar ook als coach kun je daar heel veel van leren. Door de gesprekken terug te luisteren krijg je een ander inzicht in wat er werkelijk is gezegd, welke vragen je hebt gesteld en welke patronen jij als coach hebt waar je aan kan werken om nog beter te worden als coach. Zesde principe, coach meer. De beste manier om beter te worden als coach is door het te doen. Door veel te coachen, veel te oefenen. Zo oefen je je vaardigheden, ontwikkel je de patronen, ga je meer inzicht krijgen in de verschillende stijlen van coaching, in de verschillende patronen die cliënten kunnen hebben. En dit is in mijn ogen de meest effectieve manier om beter te worden als coach. Trouwens, wat ik merk is dat de meeste coaches hier niet aan toekomen, omdat ze niet echt helder hebben hoe ze nou meer ideale coachingklanten kunnen aantrekken. Dat is daarom ook precies waar ik op gericht ben. Hè. Met Kappa, mijn eigen bedrijf, zijn we juist gericht om andere coaches te helpen om meer van hun ideale klanten aan te trekken. Nou, om je hiermee te helpen wil ik je het volgende aanbieden. En dat is een gratis impact acceleratiegesprek met een professionele coach uit mijn team. Dat wil zeggen dat een coach uit mijn team met jou meekijkt over je schouder om echt samen te kijken naar hey, wat doe je op dit moment om meer coachingklanten te krijgen, zodat je ook meer ervaring kan opdoen en meer kan coachen. En wat zijn de dingen die wel goed werken, wat zijn de dingen die niet goed werken. Of als je nog geen eigen bedrijf hebt, dan kijkt de coach met je mee van hey, welk plan kan je implementeren om daadwerkelijk die coachingklanten te krijgen, om de ervaring op te doen en natuurlijk ook het inkomen voor jezelf te genereren om daar een goed leven van te hebben. Nou, zo'n link naar het Impact Acceleratiegesprek, je vindt de link daarvoor in de beschrijving onder deze video. Het gesprek is helemaal gratis en vrijblijvend, gewoon puur om te kijken hoe we je verder kunnen helpen. En als je aan het einde van het gesprek het gevoel hebt, hey, dit past bij me, dit voelt goed en ik wil hiermee verder, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om verder met ons te werken en een intensieve samenwerking aan te gaan. Waar ik ook persoonlijk met je mee zal kijken en over je schouder mee zal kijken en je stap voor stap verder zal helpen. Dus wie weet dat we elkaar op die manier verder gaan spreken. De link daarvoor vind je hieronder. En voor nu gaan we verder naar het volgende principe. Principe 7. Oefen één techniek 10.000 keer. Kijk, Bruce Lee zei ooit, I fear more the man who has practiced one kick 10.000 times than the man who has practiced 10.000 kicks one time. Zo geldt het ook voor coaching. Het is over het algemeen veel handiger, veel gunstiger om enkele technieken, er hoeft er niet eentje te zijn, maar enkele technieken veel gedaan te hebben en goed onder de knie te hebben. Zodat je daar ook echt een expert wordt in die vakgebieden of in die technieken of in die manier van vragen stellen. En je klanten daar ook echt goed mee kan helpen. Dan dat je een heel verschillend sortiment aan technieken wel kent, maar niet kunt. Want er is een groot verschil tussen kennen en kunnen. Dus mijn uitnodiging voor je is juist de focus te leggen op hoe kan ik zorgen dat ik een paar technieken ook echt goed ga kunnen. Principe 8. Creëer een onweerstaanbaar aanbod. Kijk, het lijkt misschien alsof een onweerstaanbaar aanbod enkel en alleen gunstig is voor marketing. Alleen niks is minder waar in mijn ervaring. Kijk, een onweerstaanbaar aanbod gaat niet alleen maar over bonussen geven en een stack offer doen, zodat het lijkt alsof het 40.000 euro waard is en nu krijg je het voor 500 euro. En schaarste en urgentie van als je vandaag beslist, dan zus en zo. Dat is niet wat ik hiermee bedoel met een onweerstaanbaar aanbod. Wat ik hiermee nu bedoel, is dat je werkelijk onderzoek gaat doen naar hey, waar ligt de grootste behoefte van mijn klanten? En dat je diepgaand gaat nadenken over hey, hoe kan ik mijn aanbod zo goed mogelijk daarop laten aansluiten? En hoe kan ik zoveel mogelijk waarde creëren? Dat kan zijn in de 1-op-1 sessies, maar dat kan ook zijn in tools, templates, checklists, meditaties of andere dingen die je daarbij levert om een totaal pakket te creëren waar je mensen effectief kan helpen om te veranderen. Wat gebeurt er? Een onweerstaanbaar aanbod maakt dat je meer zelfvertrouwen krijgt,
maakt dat je meer succesverhalen krijgt van blije klanten. Maakt ook dat je meer klanten krijgt. Want het is makkelijker om een goed aanbod te verkopen dan een minder goed aanbod, logischerwijs. Zodat je ook weer meer oefening krijgt en ook weer meer zelfvertrouwen gaat ontwikkelen. Oftewel, een onweerstaanbaar aanbod zorgt voor een positieve spiraal van succes. Dus ook dit is een belangrijk principe wat je enorm gaat helpen. Als je trouwens zo'n impact acceleratiegesprek aangaat met een professionele coach in mijn team, dan kijkt die ook mee volgens mijn methodiek die ik daarvoor heb ontwikkeld om een onweerstaanbaar aanbod te creëren. Om je te helpen om jouw aanbod zo waardevol mogelijk te maken. Dus nogmaals, de link daarvoor vind je hieronder. Voor nu, dit waren de 8 principes die zorgen dat je zomaar eens een uitmuntende coach zou kunnen gaan worden. Ik ben heel benieuwd, wat is jouw favoriete principe en wat is vooral het principe waar je de komende tijd je focus op gaat leggen? Dus laat het weten in de reacties hieronder. Of als je via Spotify of iTunes luistert, dan heb je waarschijnlijk geen reacties hieronder. Dan wens ik je in ieder geval vandaag een fenomenale dag toe. En zoals altijd, tot de volgende keer. Bij deze, ciao ciao!